Lorens, die naam kom je overal tegen in Leiden. De nieuwe Lorens kantoren, het instituut Lorens, de Lorens kade, basisschool Lorens. Maar wie was Lorens nou eigenlijk? Hendrik Anton Lorens werd in 1853 in Arnhem geboren en kwam in 1870 naar Leiden om daar wis- en natuurkunde te studeren. Eind 1877, op de buitengewoon jonge leeftijd van 24 jaar, werd hij hoogleraar in de theoretische natuurkunde. Dat was toen een nieuwe leerstoel. In die tijd woonde hij in een fraai dubbelhuis aan de Hooigracht, met een fantastische salon en een mooie studeerkamer in de achtertuin. In die studeerkamer ontwikkelde hij zijn beroemde elektronentheorie, inclusief Lorentzkracht, die elektromotoren laat draaien, en Lorentzcontractie. Dat laatste zegt dat meetlatten krimpen bij extreem hoge snelheid ten opzichte van een waarnemer. College geven en practica begeleiden deed Lorens in het natuurkundig laboratorium, later vernoemd naar Kamerlingh-Onnes, en nu het gebouw van de rechtenfaculteit. De statige Lorenszaal is naar hem vernoemd. De kroon op het werk van Lorens was natuurlijk zijn Nobelprijs in 1902. Die kreeg hij samen met Pieter Zeeman voor een ontdekking van de invloed van magnetisme op licht. In het bijzonder natriumlicht, geel natriumlicht. En daarbij is deze magneet gebruikt. Ook op maatschappelijk gebied was Lorens actief. Zo rekende hij uit hoe hoog de Friese dijken moesten worden na het aanleggen van de afsluitdijk. De bekende knik in die afsluitdijk komt door Lorens. Lorens was goed bevriend met Albert Einstein. Dat bewijst deze correspondentie. Hij was ook de wegbereider van Einsteins speciale relativiteitstheorie uit 1905. En Einstein zei over Lorens: hij betekende meer voor mij dan alle anderen die ik op mijn levenspad heb ontmoet. Lorens overleed in 1928. Op de dag van de begrafenis, klokslag 12 uur, staakten de telegraaf- en telefoondiensten in heel Nederland als eerbetoon 3 minuten het werk. Duizenden en nog eens duizenden hadden zich langs de route van de rouwstoet opgesteld om de laatste eer te bewijzen aan, om de woorden van Einstein te gebruiken, vader Lorens.